Eerder heeft hij er al over verteld, over The Legends from Heaven. Dat was nog in het begin. Nu is hij lekker ingespeeld en is hij op donderdag 19 december... in het Agora Theater in Lelystad met The Legends from Heaven. Hij komt vandaag weer vast een voorproefje geven over een van die prachtige nummers. Ik heb het over niemand minder dan Erwin Nijhoff. Dit is mooi. Ja. Mooi liedje. Kom er even bij, Erwin. Dan kunnen we gaan praten over The Legends from Heaven. Nou, dat is inderdaad een hemels liedje dit. Oh, ja. een gitaarstandaard. Ja, die hebben wij ook nog wel. Ook nog, hebben, maakt helemaal niet uit. Kom er even eventjes bij. John Denver. Ja. Toch? Dit nummer. Het is niet een van zijn bekende nummers, toch? Dit is wat iets onbekender, relatief onbekende. Maar ik wilde eigenlijk een beetje een lans breken voor John Denver. Want die werd in een bepaalde periode ook al een beetje lullig mee omgegaan met een gedeelte van de muziekpers. En dus ik had zoiets van, nou, ik wil het vakmanschap van die man, de prachtige
liedjes die hij schreef. Vandaar dat ik heb hem een behoorlijke spotlight gegeven in de show. Ja, de show die alle dode, overleden muzikanten staan in het middelpunt. Overleden. Gitaarhelden, een beetje toch? Onsterfelijke, in principe ook artiesten hoor. Ja, er zitten ook een paar gitaarhelden bij, Jimi Hendrix natuurlijk. Want toen je een tijdje geleden hier was, toen zei je van, nou, ik wil eigenlijk wel een beetje een oproep doen ook aan al die overleden gitaarhelden dan. Als mensen nog ideeën hebben of zo. Dat is alweer zo lang geleden. Ik weet het niet meer. Dat was een halfjaartje geleden hoor. Ja, oh. maar Herman Brood, die zat achter de piano, die zat niet achter de gitaar. Nee, daarom. Ja. Nee. Maar dat zijn dus allemaal bekende artiesten die overleden zijn, waarvan je gewoon een nummer eruit hebt gepikt. Ik heb op een gegeven moment, ik heb in de loop van de jaren een boel tributes gedaan. Ook Kings of Rock and Roll. Daar zijn ook al een heel aantal van mijn persoonlijke favorieten kwamen voorbij. Dus het was moeilijk kiezen. Kill Your Darlings. Dat klopt. De long list. Het is een hele lange lijst, zeg maar. En er komen natuurlijk steeds meer bij. Ja. Als je over de overleden. Helaas wel. Dus ik heb voor deze show een selectie gemaakt. En hij is eigenlijk in coronatijd voor het eerst gespeeld, zeg maar. Alleen, ja. Toen was natuurlijk de situatie wel anders met het niet, hè, dat geen, dat het niet, hè, dat er weinig mensen in de zaal mochten en dat soort dingen. Dus ik had het gevoel, het verhaal is nog niet af. Dus hij is gaandeweg de jaren ook nog weer een beetje veranderd, zeg maar. Er zijn een paar. Tina Turner is natuurlijk overleden, dus die krijgt ook nog weer een sport. Ja. En ik heb de afgelopen jaren zoveel met het thema Harry Musquet gedaan, QB in the Blizzards. Dat ik dacht van, nou, die moet eigenlijk ook wel een plekje. Een van de Nederlandse legendes. Maar zit er nog een lijn in van vroeger naar nu? Muziekstijl misschien? De lijn is wat ik met die artiesten heb. En ik heb wat persoonlijke anekdotes ook. Ik heb Herman Brood een paar keer ontmoet. En Harry Musquet. Dat soort linken leg ik ook. Wat anekdotes. Chuck Berry. Ik stond met Chuck Berry in de lift. Nou ja, goed. Dus die zitten. Zegt hij even zo tussen de lippen door. Daar vertel ik dan ook over hoe dat dan tot stand kwam. Dus ik leg een beetje ook de eigen ervaringen. Ik heb een aantal van die helden zelf ontmoet. Hans Vermeulen, een van de Nederlandse legendes. Ja. De link is in ieder geval dat ze allemaal overleden zijn. En onsterfelijk legendes zijn. Sowieso. Muziek maken. Het bandje is inmiddels ook overleden, geloof ik. Hè? Want je doet het alleen met jezelf op gitaar. Ik geloof dat we dingen door elkaar halen. Want een half jaar geleden was ik hier voor een Elvis tribute, zeg maar. Mm-hmm. En dat was wel met een band, ja. Maar dit is een solo-akoestische voorstelling, inderdaad. Maar die is ook al solo-akoestisch gestart. Maar dat was in die periode die gekke periode, zeg maar. Ja. Maar het is Kill Your Darling, maar je hebt natuurlijk een keuze uit honderden liedjes om uit te kiezen. Ja. Dat lijkt me heel erg lastig. Ja, er zal vast wel een favoriet liedje bij zitten. Ja, dat verschilt ook hoor. Ik heb. I'm sorry. Dat is momenteel weer. Dat ik denk, wat je net speelde? Ja, dat wisselt ook. Want dat kan zo in één keer. Dan switch ik weer naar Johnny B. Goode of zo. Weet je wel. Maar goed, die heb ik al zo vaak gespeeld. Dus dat is momenteel. Ja, ik speel hem straks wel trouwens. Maar, van Chuck Berry. En over tal is natuurlijk heel vaak gecoverd ook. Maar ja, ook een favoriet is toch ook wel Low Country Blues van Harry Musquet. Wat hij schreef samen met Daniel Loos. Dat vind ik ook. Ik vind die tekst ook heel mooi. En die is eigenlijk nog steeds heel actueel. Maar, polarisatie. En nou ja, goed, die tekst die gaat ook over problemen in Nederland, 20 jaar geleden, zeg maar. Maar goed, die nu nog steeds actueel is. Is het een luisterconcert? Moeten we gaan zitten en gaan luisteren? Het is allebei. Dus mogen we op de banken? Jullie mogen ook op de banken. Hoe wordt erop gereageerd door het publiek? Want het is altijd, dat zou jij ook weten. Maar altijd als je weer wat nieuws verzint van, we doen ons best. Ja, we zien het wel. Maar gelukkig, het wordt heel goed ontvangen. En om een grappig voorbeeld te geven, wijk bij Duurstede een tijdje terug. Er kwam een man, die kwam best wel geagiteerd naar me toe. Maar jij zei toch dat we mochten meezingen? Maar wat bedoel je ermee? Die man die had echt de hele avond van begin tot eind keihard zitten meezingen. Tot grote ergernis van zijn achterbuurvrouw. Ja. Dus maar dat gebeurt overal. Hè. Er zijn ook beroemde filmpjes van Adele. Dat mensen 500 euro betalen. Ja, en er zit een vals zingende buurvrouw of buurman naast. Maar hij sprak mij erop aan. Jij zei toch dat je mocht meezingen? Ja, natuurlijk. Dus ik had zo'n opmerkingen als jongens. Als je wilt dansen of weet ik veel, waar kan, hou je vooral niet
in. Zing gerust mee. Maar goed, nou ja, het wordt gelukkig goed ontvangen, ja. En het is heel dynamisch. Het gaat van heel kleine liedjes tot en met up-tempo rock'n'roll. Ja, 19 december in het Agra Theater in Lelystad. Tot hoe lang loopt deze? Dit is het laatste staatje. Dat zijn de laatste vier, denk ik. Ik speel deze week nog in Druten. En ik geloof nog met Lelystad erbij nog drie andere plaatsen. Ja. En dan? En dan ga ik weer... ga ik me voorbereiden. Ik ga een Simon & Garfunkel project doen. Met Niels van der Gulik. Ik weet niet of je die kent. Die werkte samen met de zanger gitarist. Alleen die houdt ermee op. En hij benaderde mij. En ik ben enorm fan. Ook, ja, ik hou gewoon van allerlei muziek. Waaronder ook Simon & Garfunkel. Dus dan mag ik proberen de prachtige gitaarpartijen van Paul Simon goed te vertolken. En zijn prachtige zang. Dus daar zijn we mee in de voorbereiding. Ondertussen met Thijs Kemperink. Een cabaretier. Zijn we bezig met het voorbereiden van een kerstshow voor volgend jaar al. Dat moet op tijd gebeuren. Ja, zo gaat het. Dus dan zit je... ik zit me nu al te verheugen op de zomerperiode. Dat je in de zomer... Proberen in de kerst weer te komen, weet je wel. Maar we zijn nu ook al een beetje bezig met wat... wat kerstthema's ook met... we komen allebei uit Overijssel met RTVO's. Doen we ook een paar kerstitems ook op televisie. Maar het is tevens ook een mooie inspiratie om ook alvast na te denken over de kerstshow die we volgend jaar gaan doen. Ja. En daarnaast solo-akoestisch overal waar ik geboekt word. En af en toe met mijn band. Ik heb ook nog een band. Ja. Is er nog iets te dromen voor jou? Iets te plannen waar je zegt van daar leef ik eigenlijk voor. Dan mogen ze me midden in de nacht voor wakker maken als ze een idee hebben om dat te gaan doen. Dat ga ik doen. Er zit altijd nog wel... Kijk, ik ben nu 52. Kijk, maar toen ik 25 was natuurlijk helemaal ik wil de wereld over. Zo denkt iedereen van 25. En gaandeweg de jaren word je misschien iets realistischer. Of dan, maar die droom zit er, stiekem zit hij er nog. Weet je? Als Bruce Springsteen morgen belt, speel wat akoestische gitaar in mijn band. Dan doe ik gelijk mee natuurlijk. Nou ja, een voorprogramma, Pearl Jam en Alanis Morissette. Je bent een beetje bekend in die Amerikaanse scene. Nou, toevallig is er nu een Nederlandse technicus die doet de techniek voor Lucinda Williams. En toen heb ik ook al gedropt. Ik zei, ik hoef er niks aan te verdienen. Als ik maar gewoon het voorprogramma in Amerika kunnen doen. Bij Eén keertje. Lucinda Williams, gewoon een tour, weet je wel. Dat je het gewoon, het echte touren in Amerika, weet je. Dat je gewoon echt... Urenlang in zo'n bus. Gesloopt bent en dan doe je je kunstje, doe je ding, weet je. En dan voor een stadion met 60.000 mensen. Bijvoorbeeld, dat zou helemaal... Dus die droom is, het liefst met je eigen muziek. Dat je gewoon en dan hoeven geen zalen van 2000 man te zijn. Maar als zou je maar internationaal wat meer kunnen doen. Ik heb er een klein beetje aan geroken in Amerika en in verschillende landen in Europa ook wel opgetreden. Maar dat zit er altijd nog wel. Maar ik ben nog steeds. Ik hield altijd wel van Nederland. Maar doordat je heel veel op allerlei mooie plekken komt en met alle mensen in aanraking. Ik ben ook dol op Nederland, zeg maar. Ik vind het ook altijd weer. Ja, bijzonder om weer naar een plaatsje toe te rijden. Waar dan is het daarom bij ruiken gebleven aan zo'n Amerikaanse tournee en niet proeven geworden? Dat is mooi omschreven. Ja. Ja. Ik had echt wel... Ik denk dat ik gewoon... misschien waren mijn dromen wel te groot, zeg maar. Dat ik gewoon te eager misschien wel was of zo. Dat het daardoor misschien... Ja, zeg het maar, je weet toch niet hoe het komt. Je hebt ook te maken met geluk en ook weer met mensen die je kunnen brengen. Ik vergeet nooit meer de opmerking van een producer in Amerika, Richard Dodd. Die werkte met Bob Dylan en iedereen. Paul McCartney, Freddie Mercury, iedereen. En toch zat er met jou te praten. Sterker nog, we hebben een album opgenomen. Maar ja, mooi, ik vergeet nooit meer wat hij zei. Irwin, if you really want to make it in the music business... Go out there and fuck yourself. Zo van andere woorden, als jij niet bereid bent om heel veel af te staan van je rechten, van je liedjes of dit, dan gaat niemand voor je aan het werk. En dat is in Amerika zo. En waarschijnlijk in Nederland was het misschien ook al wel zo, maar in Amerika helemaal. Zeg maar, dan, it's all about the money. Maar zo moet het in Nederland ook, weet je wel. Ik bedoel, dan heb je geen dollars, maar dan heb je gewoon euro's. Ja, ja, en die ja. moeten toch ook verdiend worden. Onder andere op die 19e december natuurlijk ook. Ja, ja. Ja, nee, mensen moeten gewoon kaartjes kopen. Want anders kun jij je leuke ding niet doen. En kunnen de mensen weer niet genieten van jouw leuke ding. Dat is wel een ding dat ik mensen die realiseren... kost dat zoveel? Weet je, ik hoop wel dat mensen zich blijven realiseren. Dat de makers en de artiesten... Ja, die, ja,
Het geld moet ergens vandaan komen. En jij moet ook rechten betalen om deze liedjes te mogen doen in principe natuurlijk. Hè? Dus. Ja, ook. Ja, dat is en je moet ook de voorbereidingen doen. En je moet ook s'avonds nog een klein hapje kunnen eten. Erwin, mag ik jou uitnodigen om naar het podium te gaan? Je gaat een nummer doen van Chuck Berry. Die kan iedereen meezingen. Johnny Be Good. Ja. Dus om een beetje gewoon een blije december maand. Ja, ik denk om aan te geven dat het niet alleen maar treurenbeladen zijn, maar ook... Heel goed. Ga naar je plekje toe. Dan mag Arnoud je aankondigen vandaag. Wat ik al zei, 19 december dus in het Agora Theater in Lelystad met Legends from Heaven. En wat Erwin net al zei, het is een van de laatste optredens die in deze tour plaatsvinden. Hij komt wel weer terug met een nieuwe tour natuurlijk ook. Maar wil je deze nog meemaken, dan moet je de 19e zijn in Lelystad. En dan hoor je onder andere dit van Erwin Nijhoff, Legends from Heaven. Well, deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back in the woods around the evergreen, the student long cabin made the earth and war. Well, lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play the guitar just like a ring in a bell. Go, 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 Johnny, go, go. Oh, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny Be Good. He used to carry his guitar in a dunny sack, go sit beneath the tree by the railroad track. Old engine, you will see him sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. People passing by, they will stop and say, oh my, but that little country boy could play. Go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Yeah. Johnny Be Good. Well, his mother told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around will hear you playing music till the sun goes down. Maybe someday your name will be in life. Say, Johnny Be Good tonight. Go, 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 go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Yeah. Johnny Be Good. Hey! Hey, hey, rock and roll. Legend from Heaven.